Daar zitten we dan. Daar zitten we dan. Ja, jullie hebben waarschijnlijk al best veel van dit soort video's gezien de laatste tijd. En ik wil er ook even mijn woordje erover doen. Ja. Het begon ergens vorige week. Je zag al aan hem, dit gaat niet goed. Hij verandert met de dag, met het uur eigenlijk. En op sommige momenten herken je hem gewoon bijna niet meer. Hij zit er echt heel erg mee. En dat snap ik ook wel. Tenminste, je probeert je in iemand te verplaatsen. Helemaal omdat het een van je beste vrienden is. Maar ja, ik maak me best zorgen om Koen. Weet je, voor mij als goede vriend is het gewoon moeilijk om dit van dichtbij mee te moeten maken. Je ziet hem gewoon langzaam elke dag, zie je die jongen veranderen. Gewoon afbrokkelen vanaf wat hij was, die vrolijke jongen. En dit komt niet alleen omdat zijn vriendin ineens vreemd ging en dan kwam hij achter. Dat is het niet alleen. Het is meer aan de hand. Ja, dit verpest de sfeer in huis gewoon, weet je wel. Ja, er is de laatste tijd veel gezeik op IE geweest en op zich, ja. Soms denk ik van, nou, het is een beetje onzin. Soms denk ik van, er zit wel een kern van waarheid in. Maar wat er laatst gebeurd is, vind ik gewoon echt bizar. Maar ook gewoon dat het oprecht gewoon mij ook op persoonlijk gebied raakt. En denk ik echt van, nou, dit slaat echt helemaal nergens meer op. En zoals ik zei, sommige dingen raken mij gewoon oprecht op persoonlijk vlak. En denk van, kom op, ik probeer gewoon een spel te spelen. En dan gebeuren er dit soort dingen en denk van, dit kan toch niet? Als iemand zo erg zijn best doet om iets goeds te doen en dat het dan niet beloond wordt door IE, dat is echt ongelooflijk. Dat vind ik echt bizar. Ja, sorry dat ik het zeg. Ik ben klaar met het mijn bek houden. Ik heb er gewoon geen zin meer in. Dus ja, nou ja, wat het dus is, waarom de fuck heeft OC Tutu geen inform gekregen? Hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou, IE? Hoe is dit mogelijk? Hij scoorde deze wereldgoal. Oh mijn god, wat een fantastische wereldgoal. En hij gaf nog een assist en hij heeft geen inform gekregen. Nou, dan ben je echt zuur. Dan ben je echt zuur. En dan krijgt die fan van Bloem wel een inform. Hoezo? Scoort 3 keer. Boeien! Wie wil er in godsnaam een Bloem inform zien? Even serieus. Ik denk dat hier misschien 10 Bochum fans mee blij zijn. Maar die waren met OC Tutu inform ook blij geweest. Met OC Tutu inform waren ook nog eens honderdduizenden Nederlanders blij geweest. Waaronder ik. Wat een onzin, jongen. Wat een ongelofelijke onzin. Het is echt niet te filmen. Het is echt niet te geloven gewoon. Nou ja, daar zit ik dus een beetje mee in de laatste tijd. Ja, ben gewoon eerlijk in. Jongens, ik baal als een stekker. Ik baal echt als een stekker. Hoe kan dit? Ik snap het niet. Sef trouwens. Als hij toen had gescoord, stuurde hij mij een Instagram met van, here's my goal. Alsof hij gewoon wist, dat is ook zo triest. Alsof hij weet dat ik er wat mee ga doen. Ja, natuurlijk! Wat een wereldgoal. Hij wordt gewoon genakt. Hij wordt gewoon keihard genakt. OC Tutu Tutu. Het is ongelooflijk. Hoe lekker was het geweest, jongen? Een 74 OC Tutu in vorm. Of 73, gewoon geworden. Ik heb hier ook nog Zidane staan. Zidane. Voordat we trouwens beginnen, mensen, met een potje spelen. Om te bewijzen dat OC Tutu wel een in vorm hoort te krijgen. Wil ik jullie wat laten zien? Namelijk, dit zag ik. Dit is echt fantastisch. Deze speler moet ik vrij spelen. Ik hou normaal niet zo van die spelers vrij spelen. Maar deze moet ik vrij spelen. Hij heet namelijk. Hij heet. Ik ga niet weer het kaart roepen. Yo, mensen! Die moet ik hebben. Ik moet hem hebben. Wat moet ik doen? 2 verschillende rivals en een assist met een steekpaas. Oké, dat moet op zich kunnen. Nee! Squad battles! Nee! Oh. En scoren 8 verschillende rivals overwinningen met Braziliaanse spelers. 8 overwinningen? Daar ben ik de 40 points mee bezig. Oh. Hoe lang is deze nog? Hoe lang is dit? Waarom kan je dit niet zien? Kan je even achter in de comment laten als jij weet tot wanneer het is? Jongens, we gaan richting de 200. Nee, we gaan totaal niet richting de 200. Echt totaal niet. Neymar, het spijt me. Jij zal plaatsen. Dit zou niet slim om Neymar eruit te halen. Bedenk me nu. Dat is echt niet slim. Weet je waarom niet? Nou, Koen, waarom niet? Nou, omdat ik goals moet scoren met Braziliaanse spelers. Ik heb van Matty te horen gekregen. Matty, mijn grote vriend Matty, dat ik mijn team moet gaan verkopen. Dus dat ga ik ook doen. En ik ga een nieuw team maken, want ik ga binnenkort Weekend League spelen op mijn eigen account. Yes! Ik weet, het is lang geleden. Waarschijnlijk hou ik al precies zelfs dat ik met Raoul zijn Matty's account haal. Maar dat maakt niet uit. We gaan het proberen. Atal, set your mind nog even free. Even onze grote vriend in de spit. Geen gezeik. Set your mind free. Nee, hou even op. Dit kan toch. Dit is toch geen meme meer? Hou even op. Op, joh. Dikke vette hut. Oh, my lord. What a team. Even wisselen, mensen. Even wisselen. Geen gezeik. OC'tje doet toetje op rechts mid. En dan Traoré, die kan zeker op rechts back. Ja, goed. Dit is goed. Jingle bell. Jingle all the way. Bloem. Ik moet natuurlijk scoren met een steekpaas. Dat is waar ook. 2 goals met een steekpaas en 4 goals met een hard laag schot. Nou, moet jij eens opletten, jongen. Ik ga straks hard en laag schieten. Dat is niet normaal. Ah. Kiepertje. Lekker. Oh. Slecht schot. Nee. Oh, wat een save. Wat een clean save. Oh, C'tje. Oh. Ah, dat is niet goed, hè? Nee, dat is niet goed. Hey, deze tegenstander is niet slecht. Maar waarom zit ik ook in divisie 5? Ik hoor je helemaal niet thuis. Dus ik heb ook de normale man die. Nee, wat een paas, jongen. Wat is dat voor slechte bal? Hey, OC. Ah! Oh. Schroef verdedigd. Ik baal. Als een stekker. Oh nee, dat is iets anders. Kom maar in de stekker. Laat me laden.
Dat is echt de slechtste bar ooit. Ik voel me net een stekker laat me laden. Echt, Armo was right, jongen. Rory betaalt tegenwoordig paparazzi dat ze hem soort van gaan interviewen. En doet hij net alsof hij dan geïnterviewd wordt door de paparazzi. Terwijl, ja, wie wil Rory interviewen? Die gast leeft echt een leugen, hè? Dat is echt ongekend. Oh, die bloem is slecht, jongen. Weet je waarom? Omdat ze OC de tour niet voor hadden moeten geven. Ik voel me net een stekker. Dikke vette hele... Nee. Een corner goal, really? Really? Ik moet er 8 winnen, jongen. Het is echt moeilijk. Oh, dit is slecht. Waarom heeft MLP nieuwe schoenen? Sinds die nieuwe schoenen is het helemaal niks meer met die fan. Oh. Kijk, oké. Nu even opbouwen. Nu even goed kijken. Ik zie een balletje op OC'tje zo meteen. OC! Boom! Nee, jongen. Schiet met z'n links. Waarom? Waarom schiet hij nou met je links, jongen? Gek. Oh, dit is jammer. Dat was een gratis goal geweest. Ah. OC. Oh, met zijn schouder. Oké. Okay. Oh, waarom schiet je met je links? Waarom schiet hij ook met zijn links? Waarom schiet iedereen met zijn links? Ik wil even een kleine shout doen naar Max die deze video aan het kijken is. Max, ik weet dat je aan het kijken bent. Hou nou even die hand uit je broek. Even kappen nou. Het is smerig. Gewoon niet op de bank zitten en je hand in je broek hebben. Het is gewoon smerig. Zeker nu met virussen hier en daar. Ik zou het niet doen. Maar ja, het is altijd je eigen leven. Your body. Ik moet zeggen dat mijn aanvalskracht met OC Tutu en Bloem niet versterkt is. Laten we het daarop houden. Ook zeker niet verzwakt hoor. Maar ook niet versterkt. Neymar. Goed. Neymar. Oh, laag schot, laag hard schot. Oh, het was een laag hard schot, hè? Een doeltrap, natuurlijk. Voor mij redde de keeper hem gewoon, maar zal wel achter de lijn geweest zijn. Wat ook niet logisch is, waarom zou de bal redden als hij achter de lijn is? Hè? Ja, geen reden, hè? Omdat het nergens op slaat. Oh, maar nog een aanval, oké. Shit. Mensen, ik heb trouwens goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws, de oranje controller is weg. Ik speel weer met een kapotte zwart. Het goede nieuws is, de oranje controller is weg. Dus ik speel weer met deze zwarte. Ik heb dus tegenwoordig mensen, als ik de verwarming bij mij thuis aanzet, dat het dan begint te ruiken naar brand. Dat is niet de bedoeling volgens mij. Sterk MLP. Terugleggen. Op Neymar. Neymar draaien. Neymar schieten. Neymar niet scoren. Neymar niet scoren. Nee, maar even niet scoren. Uh-oh. Easy. Ah. Oh. Hoe. Ha. I wanna know. Ah, de klak, kakzooi. Dit kan er niet in. Nee, goed. Oh, dit is zo slecht. Maar die OC Tutu, die kan er ook echt niks van, man. Hey, wat zeg ik nou? Het spijt me. Ik neem alles terug. Maar had hij nou gewoon een inform gehad, dan was het leven zoveel mooier geweest. Jongen, ik zweer het je. Ik denk oprecht dat ik 1000 berichten heb gekregen toen hij gescoord had. Ik denk minimaal 1000 berichten. Via mijn Instagram, Koen, K-O-N. Volg mij nu. Ja, oplet op het spel, alsjeblieft. Jongen, ik ben 4 dagen lang hyped geweest. Ik dacht van, dit gaat hem worden. Dit wordt hem. Kwam ik even van een koude kermis thuis, joh. Moet je eens even weten hoe ik me voelde. Nou, echt niet goed, hoor. Dit is ook zo slecht. Bloem! Nee, jongen, Bloem, je 1-1-1 actie maar nodig. En je f***t het up. Leg hem terug, ja, had ook iedereen verwacht. Ah, dit is wel goed gedaan, ja. Ah, lekker, goed gekeep. Win. Nee, hij verliest. Kom ik toch wel goed weg, hoor. Hé, die Bloem moet eruit, trouwens. Heb ik niet nog een speler op de bank? Ronaldo of zo. Oh ja, die heb ik. Maar ik speel liever met Bloem. Ik speel liever met zelfreizend bakmeel. OC! Oh, jongen, ik denk, die schiet hem zo de kruising in. Nee, dat kijk niet. Nee, daar heb ik eigenlijk geen moment gedacht. Nee, geen moment. Deze man wil niet eens scoren. Hij wil gewoon rondspelen. Dit is echt zo triest. Pak die bal. Ah, scoort hij alsnog. Hij wil niet eens scoren, maar hij doet het wel. OC! Oh, ik denk, hij schiet hem erin. Het zei je net. Ja, kijk, ik wil niet veel zeggen. Maar ze informa die erin geschoten, IE. Ze informa die erin geschoten. Tot altijd ga ik opletten wat meteen onze team is. Ah, weer goed. Hij heeft gewoon Eschen. Welke Eschen heeft hij? Ik heb niet gekeken. Balletje Bloem. Goed, Bloem. Balletje door. Nee, want Bloem is echt tanto slecht. Hé, hey, die Bloem is zo slecht, jongen. Dat is echt niet te doen. Die is gewoon, die is oprecht nog slechter dan OC Tutu toe. En hoe kan dat nou? Nee. Ah. Vergeet niet af en toe lekker te boinken, jongens. Tweede paal. Tweede paal. Daar staat hij. Daar staat hij. Ja. Ja. Wat een poepgoal. Hij telt nog niet als Neymar. Jammer, anders heb ik nou een goal gescoord met een Braziliaanse en dan ga ik winnen. Dit is echt een goud doelpunt, jongen. Dit is echt een fantastisch doelpunt. Nee, hij telt niet voor Neymar. Helaas, jammer maar helaas. Nee, maar dit kan toch niet? Maar dit... Zeg maar, waarom paas je hem nou precies op hem? Ja, ik doe het waarschijnlijk gewoon zelf, hoor. Daar niet van. Maar denk toch van, ja, kom, een beetje logica. Huh? 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 Wat? Huh? Huh? Tegengoal. Wat gebeurde hier allemaal? Hij gaf een zieke paas. Toen deed je een soort ziek lopje. Toen deed ik een omhaal. OC! Ja! Wat een goal! Assist van Bloem! Oh, lekker Jordietje. Buitenkantje rechts maak je hem af. Nou, dan ben je een hele groot. Dan ben je echt een hele groot. Balletje door Petit. Ah! B! T, D, E. Mensen, hoeveel letters heeft Alphabet? Je hebt even de kans. Je hebt even de kans. Je hebt even de kans. Zeg het tegen je beeldscherm. Zeg het tegen je beeldscherm. Zeg het tegen je beeldscherm. Je zei 26, hoop ik. Als het niet zei, heb je sowieso fout. Maar 26 is ook fout, want de KLM is weggevlogen. Oh! Staat hij klaar? Ons OC! Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh.
Nee! Nee! Maar dit verdien ik echt niet! Nee! Oh, ik haat het! Ik haat het! Ik haat het! Mensen, het is me niet gelukt. Het is me helaas niet gelukt. Maar ik heb er alles aan gedaan. Ik heb gestreden als een leeuw. Oh, kijk die schoten! Oh mijn god. Het was een mooie geweest dat ik hem gewonnen had. Dat was echt helemaal goud geweest. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken in deze video. Blijf zeker nog even blijven kijken voor de mop. Echt goede mop. Dan wil ik je bedanken voor het kijken. Volg mij op Instagram, Koen. Abonneer op mijn kanaal. Like deze video. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Ik zeg doei doei. Twee vriendinnen zijn samen aan het golven. En één vriendin die slaat een balletje. Slaat hem heel ver, hartstikke ver. En ineens hoort ze. Auw! En ze kijkt in de verte. En ze ziet daar een man in één kruipen. Ja, omdat de bal er helemaal was gekomen. De twee vriendinnen rennen er naartoe. En die man ligt daar te kreperen van de pijn. Hij heeft zijn hand vast op zijn kruis. Auw, 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 auw. Hij zegt, kan ik helpen? En hij zegt, nee, hoeft niet. Het gaat wel, het gaat wel, het gaat wel. Ja, laat me nou helpen, alsjeblieft. Laat me helpen. Zij zei van, nee, het hoeft niet. Het gaat. En zij zei, nou, alsjeblieft, ik wil nu gewoon helpen. Zij van, ja, oké, is goed. Dus zij trekt zijn handen tussen... Dus zij trekt zijn handen tussen zijn benen vandaan. En hij doet al, auw. En ze gaat zelf met haar hand in de broek van die man. En ze doet die hand in de broek van die man. En begint een beetje masseren. En na een paar minuten vraagt ze van, ja, gaat het wel beter? Voelt het beter? Is de pijn minder? En hij zegt, ja, wel, de pijn is wel minder. Maar ik denk nog steeds dat mijn duim gebroken is. Dan lachen ze het zo. Auw, op zijn kruis. Leuk. Leuke mop. Stuur je mop in. Dank je.